Het is 1954 en mevrouw van Dijk is protestant, terwijl de rest van de straat katholiek is. En als haar buurman sterft, gaat ze naar zijn begrafenis en dat verdient veel respect. En ook al verschil je van geloof, het gaat erom wie je bent als mens en als buur. Dat was het verhaal die Hanne gekozen heeft om haar danser te maken in samenwerking met de bewoner Ben die piano speelt. Thank you.
Ha ha ha.